Alleen de bier erop. Nou, maar dit slaat dus toch de tuin nergens op. Nee. Kijk, dit eten dan. Ja, dit slaat nergens op. Ja, dat hoort bij de mukbang. Ja, dat hoort! Je hoort te schreeuwen! Daar! Jongens, we gaan dit niet structureren. We gaan gewoon kaart eten. Oh, cheers. Cheers. Nou, hoi, ik heb jullie nog niet eens gezien. Nee. Gaan we gewoon zitten. Ik heb jullie nog niet... Oh, nek. Hallo. Oh. Ik kan niet naar je kijken. Wacht. Ik heb hem afgenomen. Yes. Nou, ik ben best. Ja, ik ook. Smoker. Wat is dit allemaal? Zo, dit is lekker. Ah, dat lijkt me ook zo lekker. Dat is... Hé, maar kijk. Doe een sausje op. Laat even uitleggen waarom we dit doen. We houden van snacks en... We willen gewoon even nieuwe dingen proberen, toch? Ja, en nou, ik neem altijd hetzelfde bij de snackbar. En nu dachten we, hoe leuk om een keer... Wij eten zeg maar bijna elke zaterdag. Ja. Voordat we uitgaan met z'n drieën. Snackbar. Ja. Kut, sorry. Oké, maar hoe gaan we dit doen? Want gaan we van alles gewoon happen? Ja, deze moeten jullie echt proeven. Is zo lekker. Ja, en dan misschien een beetje doorgeven aan elkaar. Ja, dit is gewoon een fucking lekkere van dobbelkroket. Ja, dit is volgens mij gewoon een soort viandel in een mega krokant laagje. Ja, het is echt mega krokant en lekker, soort heel zacht. Oh, we hebben ook gewoon kaas. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Nou, nu weet ik voor de volgende keer dus ook dat je het nog wel kan bestellen, zeg maar. Ja. Er zit ook een soort saus in. Nee. Er zit ook een soort uien doorheen. Fuck off. Echt niet helemaal lekker. Zo. Dit is een sjasli. Sjasli. Oh. Maar hoe heet dit? Sjasli. Ook als ik besteld. Ja, dit is geweldig. Dan ga ik dat voortaan nemen. Ik vind dat echt heel lekker. Maar dit is ook allemaal onbekend terrein. Ja. Dit sausje ook. Ah, goed dan. Geen neem. Oh. Dit zijn echt 5 verschillende krokettensoorten. Nou. Ja, allemaal verschillende krokettensoorten. Ik doe echt nog nooit zo lekker zo. Nee, die vind ik echt niet normaal. Heel, maar echt heel mals. Oh, ik doe echt nooit een frikandel in de chips. Dat is een fiandel. I know. Ik moet wel zeggen wat we eten. Fiandel. Oké. Okay. Dit zijn onze favoriete kipvingers. Die neem ik ook even. En heel veel kruid. Kipvingers zijn eigenlijk neem ik ook altijd wel kaassoufflé. Nou. Wat heb nog geen naam kaassoufflé. Ja. Wel, die zit er ook naast. Ik denk dat deze is. Ik wil even zo'n lekker blok vlees. Ja. Oh, maar ik wil alles tegelijkertijd. Oh. Waar heb jij deze getoond? Dit is een Dianbout. Niet, dat heb ik nog. Daar hoor ik zo vaak wat over, maar ik heb nooit geproefd. Zo. Dit is gewoon een lekker gehaktje. Ik ben heel benieuwd naar. Eigenlijk moeten we vannacht echt hierheen en dit allemaal opeten. Ja. Gast, verzamelplek. We gaan vanavond met een taxi hierheen. Echt een verzamelplek. Ik ga dit proeven. Wat is dit? Oh, het ruikt een beetje naar zo'n gehakt burger of zo. Wat is dit, jongens? Ik snap niet dat we dit doen ook. Dit is zo geweldig. Nou, dit is toch een droom? Ik vind het echt een droom. Chicken wings. Is dat chicken wings? Kaasstengels. Oh. Zo. Deze is echt een kruid. Ik vind sowieso alles bij de prik heel goed. Net even wat beter dan bij ja. Maar besef dat dit 20 minuten heeft gestaan. Krokant. Dan wordt het fucking warm. Ja. Ja, ik zal vast nog mee van warm. Maar je vriet het altijd zo goor, maar dit kan je wel laten afkoelen. Dit kan ik vannacht zelfs nog eten, dus. Oh, vannacht gaan we het echt eten. Normaal. Die kaasstengels zo lekker opeten. Oh, wat wou ik wat voor is dit allemaal? Ja, ik weet niet. Dit ziet er zo vaag uit allemaal. Dat gaan we even onderzoeken. Dit is een satérol, denk ik. Ah, maar dat kan ook dit zijn. Ja, en wat is dit dan? En dit? Kijk, we doen even zo. En wat is dit? Oh, dit is een... Dit is satérol. Oh, lekker. Satérol. Allebei satérol. Nee, dat kan wat niet. Wat is dit dan? Dit is gewoon een roepje, denk ik. Ja. Nee. Dit is zo warm aan roepje. Oh ja? Oh, ja. Oh, daarom zit er knoflooksaus bij. Oh, ik wil die ook, Anne. Oh, is dat knoflooksaus? Ja. Pas die saus ermee door. Satérol, heel lekker. Echt voor jou. Oh, heel proeven. Met je pindasaus. Wat een heel lekker knoflooksaus. Het is echt gewoon heel zacht. En wat is dit dan? We hebben ook expres geen plat genomen. Want ja, ik weet niet of je gezien wat er volgende staat. Nou, ik ben niet wat dit is. Deze is lekker. En die saté was echt voor jou. Het is zonde als je nu patat erbij neemt. Ja. Dan eet je het nooit meer op. Na één patat zit er vol. Waar is het shawarma hoor dan? Hier. Het ruikt ook echt naar shawarma. Jongen, als ik knoei op mijn witte shirt, dan gek hè.
Nee, is niet mijn favoriet. Maar ik had hem heel erg van Farmacon. Nou, wel. Heel erg. Ik ben niet een... Jongens, proef even mijn frikandel. Ja. Ik wil lekker afbreken. Wat voor frikandel zit dan? Grof. En welke zit ik in het eten? Frikandel. Oh. Ik wist niet dat er 5 verschillende frikandellen waren, joh. Mag ik deze ook? Lekker? Ja, dat is heel lekker. We smaken gewoon naar gehaktbal. Ja, maar gewoon wel lekkerder. Gewoon echt puur. Gewoon echt puur. Echt puur vlees. Gehaktbal. Nou, frikandel is ook gewoon heel lekker. Zo. Die spitten. Nou, kijk wat we aan het doen zijn. Binnen 10 minuten hebben we alles op. Nou, ik krijg het zo bloedspaans van jou. Vandaag echt zo vaak in slapen vallen. Ja, je hebt echt een zware dag achter de rug, hè? Mm-hmm. Niet zo druk bij dat voetbalveld. Nou, echt helemaal bad. Eerste helft stond ze gewoon in slaap gevallen. Ja. Toen we naar de kantine hebben we Red Bull, broodje kaasvlees, alles besteld. Dextro gepompt en de tweede helft was helemaal lit. Ja. Ja, helemaal aan. Helemaal aan, maar het stond ook bij de muziek en we voelden helemaal de pijp. Wat is dit dan? Groentekroket. Zo, dat is zoete aardappel of zo. Ja. Nee, dat is lekker. Ik wil proeven. Ik wil al die kroket even proeven. Ik wil die oude... Ja, we moeten sowieso al geproefd hebben. We hebben een oude kaasvlees. Oude kaasvlees. Dus dat moet één van deze twee zijn. Nee, dat is die achterste. Die? Ja. Oh, dit ziet er ook lekker uit. Dit is een echte van Dobba. Mmm. Mm. Oh, die zijn wel lekker. Ja, maar dat is echt goeie. Mmm, er zit wortel in. Maar we moeten straks wel van raten wat we nou zouden nemen. Ja. Volgende keer. Nou, hoe ga je het weten? Zeg maar 100 dingen. Ja, maar... Heet? Die moet je even een ander geven. Hoezo wordt alles op mijn bord lekker neer? Ja. Ik wou net zeggen... Dit is ook een van mijn favorieten. Een kipcorn. Ja. Nou, corny. Ik vind die ene... Wat moet je aan Anne doorgeven? Wie? Ik vind deze... Wat was het lekker? Dus ga ik de volgende keer even zien. Ja. Dat was de eerste die ik geprobeerd heb. Zo lekker. Ja, dan doe ik vanaf. Ik denk voor die Tindel, jongen. Hé, hey, die heeft speciaal. Ja. Moet je eigenlijk even doen. Zoet aardappel gewoon. Ja. Heb mijn voorkeur liggen. Ja. Wil iemand nog een Leeuwenbout proeven? Het is een soort gehaktburger, weet je wel? Ja, ja, ik wil proeven. Ja. Ik hoor altijd mensen over Leeuwenbout. Maar het is zo vaak als je iets gaat bestellen. Hoe heet dit ook alweer? Een snackbar. Dat was een... Berenklauw. Nee, ja. Berenklauw. Berenklauw, zeg je dat nou? Ja. Berenklauw, toch? Beuklauw. Oh. Hé, wat zou de oude kaas zijn? Deze? Nee, die andere. Oh. Mm. Oude kaas soufflé. Maar het is heel vaak als ik eten bestel. Oh. Via de website. Oh, dit lijkt me heel heftig. Is gewoon normaal, hoor. Nee. Nou, jawel. Dan is het ons te drinken. Maar wel ouder. Ja? Ja, ik had echt veel, veel hogere expectations. Maar dit is wel oude kaas. Oude kaas. Dat is niks anders dan normaal. Nee. Maar normaal als ik op de website altijd kijk, ja. Dan ga je langs zoveel dingen. Je weet gewoon al dat er al een paar zijn je voorkeur. Ja. Ik zou nooit een Leeuwenbouw bestellen. Nee. Omdat je nooit... omdat je niet weet of het lekker is. Je wilt het gewoon niet erop gokken. Ik vraag me echt wel best. Daarom is het zo chill. Ja, wie doet dit ook? Ik doe dit helemaal niet wel. Ik heb dit ook nog nooit gezien. Nee, hè? Alles snacks. Nou, het zou vast wel een keer zo'n prank zijn geweest of zo. Wel een keer alle sushi in, maar niet serieus. Maar ze belde mij ook van. Volgens mij dacht ze echt van: dit is echt een grap. Ja, ja dat ze belde mij. Ja, het staat hier al 20 minuten. Kom je nog? Ik zo. Ja. Nou, stel je zou dit als een grap doen, dat is wel echt. Heel zielig. Ja. Als je opbelt of zo. Maar ja, je moet. Ik heb al afgerekend, hè? Ja. Ja. Het is voor hun boete in principe. Maar wat nou als je niet afrekent, dan bel gewoon op. Je doet een bestelling. Ja. Dat zou ook kut zijn. Ik wil eigenlijk gewoon lekker vlammetjes, maar ik wil even alles proberen ook. Ik wil echt gewoon vol. Ja, ik zit ook nu al vol. Nee, maar je zit er nu vol. Kijk wat hier nog ligt. Dit is echt. We hebben de meeste dingen nog niet eens geprobeerd. Die nog niet. Nee, we gaan alles nog proberen hoor. Oh, zijn dit vlammetjes? Ja. Oh. Lekker! Maar ik weet niet, hoe kan je ook 30 dingen proberen? Ja. Dat is ziek hoor. We eten dus op een week hoeveel 30 snacks. Maar ja, allemaal een happy joh. Hé, hey, dit zijn van die bami blokken en zo. Dat vind ik ook altijd lekker. Ja. En ja, ik zou nooit een heel bami blok bestellen. Ik wel. Ik ook. Wij hadden echt niet overheen. We hadden echt moeten afsnijden. Ja, maar ik breek nu af. Oh. Lekker? Blijf nog even in haar. Wie wil deze? Nee. Nee.
Dan kunnen we een beetje intact houden. Ja, dat is gewoon een loempia speciaal, maar hier ligt ook een mini loempia. Ja, we hadden niet verwacht dat deze erbij kwam, toch? Nee. Wel echt een hele maaltijd, zeg maar. Ik vind die nasje wel lekker altijd. Bami. Oeh, jij maakt die pittig. Nee, die daar hou ik niet van. Maar, voor wat niet? Berenklauwen. Ik vind die ui die om de berenklauwen heen zit, dat is zo lekker. Dat is helemaal gekocht. En dit is, wat is dit voor kroket dan? Kijken. Dit is een groentekroket. Hè? Wat is dat dan? Ik zou nooit een groentekroket bestellen. Nee, maar vegans wel. Ja, ja. Nee, haas. Maar ik zou het niet, ik zou dat echt niet doen. Bitterballetje erbij. Wel mosbaar. Ja. Is het lekker? Ik ben nu wel benieuwd. Dit is ook niet zo. Mijn oog trilt. Weet je dat? Ja, het is afgebroken. Waar die afgekouwd? Ik zie je alsof een plastic. Wat is dit? Je had ook een satékroket. Is dat dit dan? Nee. Als dit saté is, mag je mij doodschieten. Oh, is dit vies hoor? Ik vind het helemaal niet tegenvallen. Nee. Wat niet? Die groente kroket. Jongens, hebben jullie al een kaasvleer geprobeerd? Ja, die is hier. Die heb ik vorige keer genomen, hè? Ja, dat is zo lekker. Oeh. Ik wou zeggen, dat nemen jullie altijd met snack voor, maar dat hebben ze voor de vorige keer al geprobeerd. Ja, maar. Dit is goed hoor. Oh, dit is echt goed. In hoeveel tassen kwam het? Heb je een doos? De hele doos. Echt? Neem me vol. Ja. Vol. Dat heb je normaal zeg maar als je voor 30 man of zo meeneemt, weet je wel. Ja. Dit slaat ook weer nergens op wat we nu aan het doen zijn. Maar het is wel een droom. Ja, ik vind het geweldig. Dit is een droom. Oké, hebben jullie al een favoriet? Ja. Die? Ja. Ik weet alleen de naam niet. Dat is een slaan. Ik geloof niet dat dit de Chaslik is. Echt waar, ik heb net die foto's gezien. Oké, okay, maar dit is een soort gefrituurde sausliefstik dan. Oh, wat? En dan... Maar, oh ja, want je ziet het ook, gewoon, er zit gewoon groente en zo tussendoor. Maar dan helemaal... Maar het is een soort gefrituurd. Zo, jouw vinger! Ja. Zit helemaal onder de shit. Nee. Wat grappig is, bij deze cafetaria hebben ze ook sushi. Ja. Hier. Wel vanuit de aar. Je hebt saté kroket. Oh, goulash kroket is het. Een goulash kroket. Oh, je hebt het daarover. Ja. Is dat tomaat? Ja, het is zo kroket. Het slaat ook een beetje op. En wat was het? Een sashi? Kanto. Sashi? Dat is deze, denk ik. Of dat is deze. Oh, nee, een smulrol, hè? We hadden een smulrol. Dat is dit dan, denk ik. Dit is een smulrol, denk ik. Nou, ik kan het allemaal niet uit elkaar halen, maar ik hier echt... Ja, dat is de shaslik, maar dan gefrituurd. Stel je werkt daar, je gooit gewoon een verkeerde kroket erin. Dat is echt gewoon... Ja, dat is echt moeilijk. Een loependel. Hebben we een loependel? Nee. Nee, die wil ik wel proeven. Dat is deze. Dit is een loependel. Dit is een loependel! Ja! Nee, dat is een loependel. Dit is een loependel. Nee, dit is een loependel. Ja. Zit hier een frikandel in? Ik denk het. Dat is te mooi. Doe sappie. Gelukkig zonder wereld. Doe sappie. Nee. Ja! Dat is eigenlijk gewoon een viandel. Maar dan met bladerdeeg. We proeven allemaal van. Wat er dan gebeurt hier? Lekker. Een kika stick. Is het niet een kika stick? Er staat er precies geen plaatje bij die. Dit is freaking amazing. Zeg maar met de luie sticks. Ja, ik ga op zoek. Toen doen we kika stick. Ja. Hey, maar. Alles wat er ligt. Ja, het is een kika stick. Een kika stick. Het is een kika motherfucking kika stick. Nog nooit in iemand. Maar hebben ze het echt niet bij die andere cafetaria? Nee. Hoor. Mensen nu in de comments, kika stick is mijn favoriet. Ja. Ik hou het. Maar eigenlijk is zoveel lekkere dingen, maar toch bestel je altijd de standaard dingen. Ja, hoezo is dat? Ja. Nou, omdat je zeker van bent dat het goed is. Stel, je gaat gewoon lekker. Je hebt altijd honger als je dit bestelt, hè? Maar ze hebben wel eens gewoon allemaal in huis. En je denkt, nou, ik laat een Leon bouwen. Ik vind het niet lekker. Dat is toch kut? Maar soms probeer ik wel een beetje out of the comfort zone. Ja. Maar dan wel nog iets wat ik ken. Maar dan is het dan neem je zeg maar een hamkaasvlees in plaats van een kaasvlees. Ja. Ja. Dat is dan zeg maar. En neem je niet of je wel vier. Neem je niet een kika stick. Nee. Ik had echt. Sorry. Wie zei dat dat bestond? Ik heb een moe aanval. Wat moet ik nog even nemen? Nou. Heb je al een loempiaatje op? Ik is heel lekker. Overal die hapjes uit. Dit ziet eruit. Ja. Ik wou Armin. Dit is geweldig. Voor de mensen, we gaan het niet weggooien. Ik besef gewoon dat het 100 euro is. Nee, we gaan vannacht met heel het woudje hier naar. Ja joh, echt een party. Kun je niet meenemen in die doos? Ja. Uitdelen. Uitdelen. Dus nou, we gaan pizza. 100 etentjes bij je zomerspectakel. Ja. Maar bij de... Nou, ik ga geen eten meer halen. Hey, zin in bier. Ik ook zin in bier. Is wel naar mij. Ja, maar dat is door bij het eten.
Mm. Hey, wat moeten we nog eten? Gisteren bij het Leeuwtje, natuurlijk alle jongens een beetje aan het bier. En wij met alle meiden aan de wijn. Als je tegen zo'n meisje waarmee ik het eten was, ik zeg echt zin in een biertje. Dus ik ook. Echt? Ga je erop? Ik heb het niet gedaan. Ik ga deze kaas proberen. Misschien is dit wel de oude kaas. Ja. Ik heb pittigheid van het vlammetje, ik proef het niet. Die vlam is best wel pittig. Ja. Dat zit al niet lekker. Nee, dit is normaal wel. Oh. God, aan de kaas daar. Ja, dat is waar. Mag ik een kip weer? Komen die altijd in die bakjes? Nee. Ik wou net zeggen. Helemaal boos. Ja. Nou, waar moet je nou in? Ja. Jongens, ik weet eigenlijk niet wat ik moet nemen. Oh ja, de nasse blok moet ik nog. Volgens mij heb ik echt zo alles geprobeerd. Ja. Ja, wat is dit dan? Dat weet ik niet. Ja, die zit ook nog heel. Dat is gewoon een kroket. Ja. Een rundvlees. Ja, dat vind ik vies. Hou die dan maar over, want ik kan altijd nog iemand hier het eten. Nee, ik vind rundvleeskroket lekkerst van de kroketversie. Oh, ik van Dobba. Nee. Ik ook van Dobba. Met Jojo niet van de kroketten. Niet dat ik dat altijd neem of zo. Maar. Ja, dat vind ik ook lekker. Alleen een broodje kaas. Ja, broodje kroket vind ik veel lekkerder. Maar dan heb ik ook met frikandel. Frikandel los vind ik ook. Oh nee, frikandel doe ik. Ik hou echt niet van frikandel los. Ik hou echt niet van frikandel van broodje. Om een broodje ook niet. Ik merk nu juist dat dit echt de oplossing is met dat krokant eromheen. Ja. Tenminste wat eten of zo. Ja, mee eens. Frikandel is altijd zo'n soort van slap ding. Die grof frikandel is ook echt mijn leven. Nee. En nu heb je het gevoel je gewoon nog een beetje. Hé, hey, ik weet even gewoon even niet wat ik aan moet. Aan moet? Met mezelf. Ik heb al dan. Oh. Nee. Ik ook niet. Ik zit zo vol, maar zitten we echt zo vol omdat we zoveel hebben gegeten? Omdat het gewoon echt een aanslag op je leven is. Het is gewoon ook echt een aanslag op je leven. Ja. Het is echt een aanslag. Weet je hoeveel frituur dingen nu in je lichaam. Ja. Kijk hoeveel er over is. Ja, gewoon alles. Alles gebakken, alles in de kruiden gegooid, alles in mijn lichaam. Stel, is echt gewoon stop. Stel, we waren hier gewoon begonnen, dan hadden we zeg maar precies nog hetzelfde. We hebben ook allemaal drie dingen op voor het kloven ding. Een loempje wel. Ik denk dat deze echt heel mooi. Een loempje wel. Maar dit kan je ook, je kan hier niks geen structuur mee. Dit is gewoon puur ordinair eten. Mm. Echt een beetje zelfs een sup heb je, joh. Ja, die was ook fucking mooi voor. Alleen maar hapjes wil lopen. Ik heb nog een mini loempje. Mark, wil je ook iets? Ja, Mark proef ook even iets. Mark? Mark is heel goed weer. Mark! Ja! Nee, neem ook even een hapje. Neem ook even iets lekker. Ik krijg helemaal heet van al die pittige eten. Het is bruin lekker geworden. Ja, ik heb niet verbrand. Ja, maar zo snel ging het op de boot? Niet normaal. En dan ben je één dag, hè? Laat staan dan gewoon heel de zomer. Paar weken lang of zo. We hebben echt. Ik had gisteren verzacht dat dit Pinkster weekend was. Echt? Dus Pinkster weekend? Ja. Maar die zijn ook mensen. Morgen is iedereen vrij. En maandag is iedereen vrij. Echt? Maar daarom is zomaar spektakel. Yes. Maar, ja, en laatst gaan we naar voetbal, hè? Nee, maar Pinkster is ook niet echt een ding. Sportief. Nee, dat is alweer. Bij sportief, daar hebben ze een Mark veel lekker. Deze. Daar gaan ze ook mee doen. Echt? Wat is sportief? Dat is een voetbalclub in Woerdersvlaag. Hé, dan zet hij van alles en pakt hij een witte bal. Jezus. En dan ga je voor elkaar zitten. Heb je onze Leon Bout op? Awesome. Hé, proef even, wat was zo heel leuk? Deze is heel goed. Ja. Een kika. Veel is een groot. Nee, maar je kan een hapje nemen. Oh, kijk, er zit dus gefrituurde ui in. Ja. Mm. Dit is een kika-stick. Ik neem ook de bal. Je kan toch van deze kant een hap nemen? Doe voor de camera. Ja, wat voor ASMR. Ik smak haar. Je hebt die hele ding. Die tand die wilde. Heeft mijn ding nog gezien met de teriyaki? Ja, die was alles. Oh, nou, geur die. Nee, niet de bal. Wat vind je van de kika? Die is best lekker. Mm. Ik vond het verrassend lekker. Je bent er wel. Neem maar naar mee. Dat je het zo... Ja. 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 Dat is echt heel triest. Dat slaat nergens op. Maar ik had het ook nog nooit gewild. Oh. Het snel. We got a color. Wat is dit? Doe snel. Hoi. Hey. Waarom hoor ik jou niet? Weet ik niet. Hoor je mij niet? Ah, Bo. Heb je al gegeten? Dit zijn alle snacks die je hebt in de snackbar. Nee, hou je bek. Ja. Oh, sorry, ik stoor. Nee, stoor? Je stoort nooit. Hou op. Oké, maar jullie zijn er wat mee bezig. Ik ga sowieso met de wagging. Moet ik jullie hier op dit? Nou, dat zou echt best een levende avond. Perfect uitkomen, Bo. Top. Je mag gewoon komen wanneer je wilt, wij zijn helemaal ready. En je mag ook eten. Ja, ik heb een vorm van. Doei, schat. Doei. 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 Geef eens.
Moet kijken waar Stan is. Ja. Dan kunnen we het eten een beetje afgooien. Ja. Ja, maar het is niet half acht en hebben we al gegeten. Dit zeg maar net. Ja, maar hun kennende hebben ze altijd honger. Ja. Om dan te bellen? Ja. Oké. Hey. Hey. Hebben jullie een beetje honger nog? Want wij hebben zeg maar de hele snack, wij hebben de hele menu van de snackbar besteld. Oh, kijk. Oh, dat wist ik wel, maar dat is shit. Ja, ik kan niet wachten, we gaan het structureren. Wat zeg je? Jodi. Ja, dat horen ze toch? Hij zegt, jullie gaan er zo spektakel. Hij zegt, gaan er zo spektakel in de voorvideo opnemen. Ja. Ik zeg ja, het werk blijft doorgaan. Ja. Stop nooit. Stop en nu ben ik. Maar gaan ze, hoe laat gaan? Nee, waar zitten we nu dan? Ik heb geen idee. Hoe gaan ze dan? Dan moet je dus. Met z'n allen in de bus. Wat schattig. Ja, als Stan ook, die stopt daar gewoon natuurlijk. Leuk, gaat ook zo voor spektakel. Leuk! Ik heb al de hele dag gesproken alleen. Gaat Stan ook zo? Nee. Ik heb het al echt lang niet gezien. Nee. Oh, ja, misschien vorige week of zo. Ja. Oei. Dit is ook de klote, maar dit is wel een beetje onze zaterdagavond vibe, jongens. Je moet wel... Hoe vaak hebben we het bijna niet gehad? De zaterdagavond vibe. Nee, ik ben een hele... Nee, wacht, even denken nog. Ik wil mijn handen wassen, want ik heb het idee dat de ik kan gewoon nu patat bakken op mijn handen. Dat is gewoon een frituur. Wat is dit dan? Het is croquet. En maar dit ook. Het is also croquet. We have 5/6 croquet. Croquet. Fifth? Je gaat wel die Leon wel proberen, anders ga ik niet de video stoppen. Nee. Oké. Dit heb ik nog nooit uitgeprobeerd. Eén ding is gewoon nog ook. Ja. Maar dat is weer een ijsje. Ja. Dat is wel een Magnum. Zo, ja. Ik heb wel zin in. Super schijf. Voor die Magnum. Ik heb Ben & Jerry's. Nee. Heb je dat hier liggen? Oh ja, zeker. Hey, we hebben onze top 3 helemaal niet gezegd. Nee. Oké, mijn naam is... Oké, kijk, ik kan er wel doen alsof die Kika steak helemaal een nieuw leven is, maar dat is het ook weer niet. Ik wil zeg maar, in ieder geval in mijn top 3 is altijd een kaasvlee. Ja. Maar niet uit welke vorm. Smaak, geur. Gewoon bam, kaasvlee. Ja, kleur. Dan zit er ook in. Vorm. Of chicken wings, of chicken... Kipvingers. En dan als derde een groef frikandel. Oké. Oké. Of... De loempje frikandel. De loempje iets met de frikandel. Ja, iets met vrienden. Dus iets met kaas, iets met kip en iets met frikandel. Maar sowieso kipvingers, sowieso. Ja, dat is nummer 1. Ja, maar kijk, we kunnen nu mensen wel kipvingers aangesmeren, maar ik kan je niet beloven dat ze net zo lekker zijn als hier. Nee, maar hier zitten kruiden overheen. Dat is niet normaal. Dat is echt enorm. Maar alleen deze kipvingers inderdaad. Normaal vind ik het helemaal niet heel boeiend. Ze gooien er gewoon precies goede kruiden overheen. Dat is heel lekker. Ja, en ik vind deze, ik ga de volgende keer deze bestellen. Ik zweer het. Ja. Met die uien tussen. Nee, je gaat niet hetzelfde lijstje als wij hebben. Heb je op 1 kipvingers en op 2 niet? Ik ook. Wat heb je met 3 dan? Ja, ik dacht kaasvlee. Ja, ik ook. Ja, gewoon even iets kaas. Maar of kaasvlee of Nee, ik dacht of kaasvlee of vlammetjes of kaasstengels of zoiets. Vind ik ook lekker. Ja, dat is echt wel. Ja. Oh, de alle kleine hap. Nee, maar thuis of, heb ik geen naam. Ik hou van de kleine hap. Maar het is wel grappig dat we zeg maar allemaal geen kroket kiezen, maar wel 100 kroketten hier liggen. Ja, dat is eigenlijk best wel zonde. Mag ik één kipje? Nog? Ja. Zeiden we hallo, welkom bij deze video. Oké, ik ga even mezelf een rustpauze geven. Misschien dat we net voordat we weggaan, stout nog even erin. Ja, zo zin in. Nee, ik wil nog even één op een frikandel eigenlijk. Ik heb echt heel veel zin in. Ik ook niet normaal. Ik ook. Nou, lieve mensen. Maar, wow, Nien! Kijk hoe leuk die irisjes zijn uitgekomen. Nou, paars, pluk een kaars. Nou, zeg me op je hoed. Komt morgen weer goed. Hey, you! Later. Tot de volgende keer. Ja, kutzooi! Ik wil heel graag mijn handen wassen. Ik moet zij het ook doen. Ja, dat is zo typisch. Een volgertje.